van YouTube en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag zijn we terug in Minecraft. Vandaag. Wat staat op de planning vandaag? Geen flauw idee. Ik denk dat wij. Oh. Wat gaan wij doen? Ja, we gaan er op een of andere erop uit. Voor ik het vergeet. Ik heb even een mededeling. Zoals jullie weten heeft er op YouTube een en ander veranderd, namelijk de Poppa-wet. Dat wil zeggen dat wij moeten aanduiden, is uw video geschikt voor kinderen of niet. Dat kan na een voordeel hebben voor sommigen. Het ene ding wordt de reacties zijn allemaal uitgeschakeld. Dus dat kunnen jullie niet meer reageren. Wat heb ik erop gevonden? Dan heb ik een Discord kanaal aangemaakt. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. En ik heb een speciale kanaal aangemaakt. Als jullie reacties hebben, tips of dergelijke, kunnen jullie in de Discord neerzetten. Discord is helemaal gratis. Je moet je gewoon een keer aanmelden. Dus registreren. En dan kunnen jullie een reactie achterlaten. Jullie kunnen ook dan bijvoorbeeld onderling spreken met elkaar. Dus daar wil je ook een nieuwe vriend, nieuwe vrienden ontdekken. Maar, vandaag Minecraft, ja. Als je naar aard wordt, gaan we eerst klapen. Oh. Wat gaan wij doen? Oh, wat mag ik kopen? Cool. Heb je dat niet aan? Ik ga dan eerst naar beneden doen. Ja, ik ben wel misschien heel gek zag. Ik heb rondreis. Ik heb ook op de stream server. Heb ik ook iets gemaakt. Namelijk dat je gewassen bovenop de dieren staan, dus kijk. Dat je hier boven een heel plateau maakt. Dus ik doe een dieping erbij. Dat is helemaal erbij. Voor een vijver doe ik dat hier doen of niet. Ik kan dat doen. Maar ja. Dat was ik ook nog van plan. Maar nee, nou had ik van op zoek naar varkens kweken. Ja. Ja. Ik voel mij een beetje nutloos nu. Mijn die server een beetje beu te worden. Dus als jullie nog tips hebben. Dus ja, hey, maak dit, maak dat of doe dit zo en zo. Wij gaan er allemaal achterluiten. Op de Discord, links. Och, ik vind het weer zo eng. In de Discord. Links in de beschrijving. Och, ik vind het zo eng. Shit, ah hier. Oké, ik kom aan de andere kant uit. Dat gaat. Ja, dan hebben we hier nog wat. Kunnen we hem hier al hieronder al boe. Varkens. Maar ik heb geen product nee. Pak. Om een keer op avonturen.
Shit, ik kan lang in bed niet. Ik kan TNT hier. Misschien kan ik die beren nog goed opdoen. We moeten minder laden. Dat gaan wij doen. Nou, de game is soepeler maken. Dat wij op die een beer gaan kruipen. Met een klein hoofdstuk. Zo, zoals je ziet, zitten we aardig anders. Waar zitten wij? Namelijk op de stream server. Ofwel, de server wordt kom ik in mijn brein tegen. Dus, kan je weer een rondleiding geven. Ons water, ons merken. De vuilbak. Dus alles is gemokt. Voor afval hierin te smeden. Kijk, we kunnen er niet in van. Tenzij ons bukken. En hier wonen wij. Hier heb ik mijn huis. Een beetje verborgen tussen de boom. We zitten dus even de woestijn. Hier heb ik mijn, aan mijn boerenhofje. Daar heb ik mijn dier en dat hier mijn huis aangezien dat er hier een boekje ontbreekt. Hebben we dat? Wat is de bedoeling om zo te doen? Ja, ik ga jullie hier een keer wat rondleiding geven. Want ja, ik wist niet wat we op die andere server moesten doen. Ja, kijk wat jij hier keer. Creeper! Wat doe jij hier? God, ja, dat doe. Die moest niet oplopen. Nee, gaan we zeer. Kijk even een boog. Shit. Shit. Ik heb niet goed gestemd. Boog. Hoe maak je een boog? Dan gaan we de creeper. No. Shit. Die creeper mag niet ontploffen. Ik ga niet te dicht komen. Ja goed, kijk de dieren. Mijn dier lengt bij de schapen aan de varkens. Varkens dienen voor mijn vlees. Dat is er een oordeel. Dat is gewoon te zat. En die stomme creeper. En dan heb je hier de koetjes. Kan je weer moeten breeden. Wat je ziet, druppelt hier allemaal water door. Dus even kijken. En voilà, hier hebben we een varken. Ja, oh, ik zie. Ik zit er normaal net in, maar ja. Wat die we hebben. Dus ik kan, ja. En voor de sier. Sier. Ik heb hier een varken. Ik ga dan in een filmpje op YouTube, zelf. Misschien wel een interessant. Want we hebben voor hier ook. Aha. Hoe kunnen we dat doen? Op jacht gaan. We moeten hier nog meer dirt nemen. Dus voilà, we hebben hier wat te doen. Dit is die stomme creeper. Wat hebben we? Nog een keer te dikke.
We moeten hier nog spullen pakken. Moet je vlieg meepakken. En om een keer niet zo door te gaan halen. Dan kan je ook enorm veel mee doen. Veel Allee, help mij. Tarwe. Wat ik mee, wat ik mee en dirt, extra schap. Is altijd interessant. Nee, ik heb geen meer dirt. Dan moet ik beneden gaan mogen. Aha, dat kan ik nog doen. Ik doe meteen wat anders. Ik heb wel de enchant in de room. Ja, die moet nog echt bij komen, maar ja, nu wil ik mijn koel laten breeden. En hier de dieren spelen. Moet ik aan, een schap, dat is maar één. Twee stokjes. Ja, en dat hier. Even mijn lago, we moeten beden, hè. Ik kan nog voor een bak schatten naar mijn maar we gaan me genoeg mee pakken. En hier, en boven de boeken, nee, niks. Waarom? Ja, weet ik niet, dat voor die sier. Voor dat volk op je zoek aan, moet je de boom leren. Kijk hier, lava. Ik moet nog meer lava aan, maar heel mijn hele net wil ik vol lava laten. Ja. Ik kan met woord bijpakken. Nee, kan je hier niet opkomen? We gaan het op, ja. Hey. Vooral voor dirt. Dan is ik echt bang. Godverdomme, gaan we die creeper gaan halen ook. Ja, ik ken hem niet direct. Dus. Wat gaan wij doen? We zien dat er hier nog genoeg van ligt. Ah ja, dat gevaarlijk gebouw. Zouden wij misschien ook iets moeten zoeken. Maar momenteel durven we dat nog niet te doen. Ja. Dat zijn van die raiders. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And en ik weet dat die stomme creeper hier in de buurt loopt. Hopla. Ik ga het eerst doen, ja. Twee steks en een beetje. En door. Dus. Dat is bang. Ik ga hier een berg doen. Oh.
En dan kunnen wij hier de bieten zetten. Voor de varkens. Dus wat moeten we dan nog doen? We moeten ook. We moeten dan nog allemaal waterbuckets gaan halen. Waarom loopt hij net niet duur? Omdat dat slecht zijn. En op een of andere manier blijft dat in een vierkantje. Maar... Zeg dan met dan... de volgende keer... Wat? Ik heb een idee. Als jullie voldoende likes achterlaten, ik wil jullie zijn. Piep, als jullie 10 likes achterlaten, maak ik een nieuwe video op deze server. Ja, hoe is het? Ja. Dus, vond jullie dit een leuke video? Vond jullie dit een leuke video? Mogen jullie altijd een like achterlaten? En vergeet je niet te abonneren als jullie meer willen. En ik zie je graag, tot dan terug. Doei!